Ik ben Niels. Ik ben Martijn. Ik ben Joost. Welkom bij Gierige Gasten. De afgelopen 4 jaar hebben de Gierige Gasten het toppunt van gierigheid meerdere keren bereikt. Gierige Gasten. Gierige Gasten. Ik ben een hoogwerker. Kijk jij wel een beetje uit hier naar beneden, sukkel? Nu vinden ze het tijd om te testen of de bekende Nederlanders, ondanks alle luxe en faam, ook nog een beetje gierig zijn aangelegd. In deze serie zullen bekende Nederlanders de beste video's van de Gierige Gasten proberen na te doen. Ja! Lekker maar nu! Ja! Onze deelnemers van deze week zijn Kaza en Mr. Polska. Kaza, de man die niet alleen in je DM slijt, maar ook in je Spotify afspeellijst. En Mr. Polska, de doorgeslagen Poolse rapper die vroeger in een bak met vodka is gevallen. Boys, welkom bij Gierige Gasten Vips. Leuk dat jullie er zijn. Hebben jullie er een beetje zin in? Ja toch. Zeker man, zeker man. Ja, we zijn een hele tijd geleden binnengekomen als 1 persoon bij Madame Tussauds. Ja. Wij gaan vandaag als obesitas persoon 2 voor de prijs. Nee. Ik denk dat jullie het al een beetje raden. Dat gaan jullie vandaag ook doen. We hebben natuurlijk een outfitje bij. Die hebben we gescoord voor jullie. Dus het is tijd jullie gaan omkleden. Veel succes. En sterkte voor degene die het kleine leven speelt. Serious guys. Ja, leuk man. Ik ben benieuwd man. Ik hoop dat het gaat lukken. Ik ben natuurlijk een donkere man. Dus het zal wat moeilijker gaan dan bij jullie. Maar ik heb er zin in man. Leuk man. Ik weet al hoe dat gaat. Je weet, Kaza is sowieso langer dan mij. Dus ik moet als die koala om Kaza, zeg maar, vast tegen hem aan. Ik weet niet of hij gedoucht heeft. Hè? Kijk, wat Martijn bij mij deed. Martijn die ging, zeg maar, ik had die grote kleding aan. Martijn ging op mijn voeten staan. Ja. Dan trek ik die broek aan. Hey, nou, een shirt zo eroverheen. En een bretels. En ik hou mijn broek mix vast. Oké. Okay, hey, maar bro. Ja, dus zeg maar, je moet of met pik tegen pik of kont tegen pik. Ja, dus zeg maar, kies. Het is kies. Ja, ik denk dat het wel duidelijk is wie de kleine lepel is bij hun. Dat is Polska. Dat is Polska, dat is uiteraard. Het is geen optie. Ik vind het wel leuk hoe gemotiveerd Kaza is. Ja, Kaza die vindt het echt heel grappig. Die vindt het echt heel grappig. Maar dat is denk ik ook de chillere positie. Ja? Ja, ja, nee, zeker. Want ja, Kaza is degene waar iedereen naar zit te kijken. Polska zit eigenlijk gewoon de hele aflevering onder het shirt van Kaza. Hey, leuk dat je er was. Ja, leuk dat je meedoet, Polska. Helemaal top. Dit zijn de kleren van bro. Die broek is even groot als jij. Shit, man. Dit is een zeil, man. Parachute. Pik tegen pik is kop. Pik tegen kont is mint. Het moet pik tegen pik. Dat kan niet anders, anders val je om. Hoe was dat voor jou? Ja, het was koud die dag. Ik vond het eigenlijk fucking chill. Het is kop, man. Wat is dat? Pik tegen pik. Ah. Oké, okay, kom. Ik heb je, man. Ja. Wow, kijk dat je niet vraagt. Je zit hem verkeerd om, man. Oh, shit. Oh. Uit. Die bretels. Kijk, kijk. Oh, nee. Hey bro. Niemand die hen helpt ook. Allemaal mensen die hier voorbij lopen. Daar sta je dan. We kunnen hier gewoon nu een mandje neerzetten. Ik krijg gewoon money, bro. Ah, kill. Oké. Okay. Ja, ik denk richting het Madame Tussauds dan maar. Ja, het voelt van binnen ook raar. Ja, het voelt hier ik voel ook. Ik voel me ook als een soort van baby, man. Bro, je moet beseffen, elke stap die we nemen, iedereen checkt ons sick aan. Op zich, maar die wakker gaat niet verkeerd. Nee, we gaan nu wel goed, man. We staan nu bij een stoplicht. Even een paar seconden. Wacht, we moeten. Je moet niet te snel lopen. Ja, oké. Wacht. Ah, shit, het is weer rood. We moeten weer wachten. Dit is zo zwaar, hè. Toen jij op mijn voeten stond, dan wordt zo'n Madame Tussauds in één keer van 100 meter voelt als 2 kilometer. Ah, oh shit. Oké, stil. Hallo. Huh? Nee, gierige gasten weer. Nee, wegwezen. Jullie hebben me vet uitgelachen vandaag. Ik zou het niet opeens hebben, maar ik denk dat het niet doen. Oké, is goed, mevrouw. Jammer. Jammer, mevrouw. Shit. Ik zei toch, we moesten een burger meenemen. Het moest geloofwaardiger zijn. Zij heeft dat natuurlijk onthouden. Ja, deze telt dan eigenlijk niet. Wie vergeet dat niet? Deze telt dan eigenlijk niet.
zij moeten het gewoon nu gaan proberen bij de paté waar het ons niet is gelukt. Oké, bro, kijk, het is net niet gelukt. Ja. Ik denk we moeten meer in die rol gaan, man. Ja? Ja, je moet, man, zeg maar meer een dikkerd zijn. Je, zeg moet, maar, je moet meer moet als die een, dikkerd. Ja, we moeten een burger hebben. Even naar de Mackie naar binnen gaan. Ja, toch? Even daar naar buiten komen. En gewoon ook die hijgen misschien. En praten misschien altijd. Een beetje wachten. Een beetje zo praten. Zo. Ja. Ga zo praten. Je moet die nek ook laag houden. Ja. Dik nek moet ik ook zeggen. Dat is cool. Tering, man. Zo. We hebben het al een keer gedaan, ja, dus nu weet ik ook niet meer. Het voelt al gewoon thuis. Ik voel dat niet meer zo kut, man. Ja, toch. Oh, hier? Ja. Oké. Okay. Even naar de McDonald's. Even naar de McDonald's. Oké. Okay. Die burger gaat niet het verschil maken, maar ik vind het wel een leuke toevoeging. Ik wil gewoon zien hoe hij die burger gaat bestellen in de Mac. Oh, joh, wat is dit? Dat is een drippel. Wat is dit? We hebben bij het knijpen, man. We hebben bij het knijpen. Ja, er zijn nog veel mensen voor ons, zeg maar. Er zijn nog best wel wat mensen voor ons. Kijk eens even. Zo. Ik zeg je eerlijk, man. Best, geloof het wel. Ik snap nu wel hoe het is om dik te zijn, man, bro. Ik zeg eerlijk. Het is wel vermoeiend, man, dit. I ain't gonna lie. Zeg jij maar, welke film gaan we? Welke film kunnen we gaan? Volgens mij is Anna is er nu. Een soort van een gekke film, een horrorfilm of zo. Oké, ja, is cool. Ja, als ze dit lukt, dan hebben ze ons wel een beetje gebied. Want ja, dan, maar dan persoon was kansloos voor ze. Dat hebben wij voor ze verpest. Ja, zeker waar. Dan neem ik mijn verlies, laat ik het zo zeggen. Dan mogen jullie hem hebben, jongens. Eenmaal? Ja. Dat is hem. Ja. Ja. Goedemiddag. Ik zie iemand anders voeten zitten. Iemand anders voeten? Ja. Voeten, dat zijn gewoon mijn voeten, mevrouw. Op uw schoenen. Mijn schoenen. Dat zijn gewoon mijn voeten. Op uw schoenen? Nee, dat is mijn voet. Zo gezegd, dat is mijn voet. Ja, kijk, met meneer. Een kaartje. Dat zijn we goed zo, toch? Ja, ik vind het wel een zieke bluff. Ik vind het lekker, dus gewoon, we gaan van, meneer, doorlopen. Meneer, ik zie voeten. Nee, dat is niet zo. Ik ga naar de bios. Ik weet wat jij gaat doen. Probeer maar eens tegen te houden. Oh my god. Je zweet ook helemaal. Gekke saai, wacht. Zo. Hey, wat gekost. Energie gekost, maar. Ja, bro, gewoon strijden, gewoon strijden, bro. This is messed up, alright? Lekkere filmpje kijken, ja. Dat hebben ze goed gedaan. Het is ze gelukt. Ik ga ze halen. Ja, laten we maar gefeliciteren. Oh. Ja toch, ja toch. Lekker, boys. Ja. Het gedaan, man. Dankjewel, man. Het is gelukt, hè? Het is ons niet gelukt, man. Nee, ja. En dat is sowieso wel gelukt, alleen meteen, ja, dat was toch een finale klapper. Zeker. Dat is voor die professionals, man. Jullie hebben gewoon gewonnen. Wij hebben geen zender over, dus wij kunnen helemaal geen outro doen. Hoi. Dat zijn jullie, jongens. Ja. Fuck jullie, man. Fuck jullie. Fuck jullie kanaal. Fuck jullie likes. Fuck jullie subscribe. Fuck alles. Comment. Fuck alles. Hier, wees gierig, ja. Wees gierig. Niks, man. Niet liken, niet abonneren, man.